In dit instructiefilmpje maken wij duidelijk hoe je gericht kan zoeken naar bruikbaar materiaal op de website van GeoGebra. Laat ons veronderstellen dat je aangemeld bent en zodoende materiaal kan bewaren op jouw profielpagina. Bij wijze van een voorbeeld gaan we op zoek naar een bruikbaar bestand om de definitie van de sinus in een rechthoekige driehoek te illustreren. De eerste werkwijze bestaat erin dat je gewoon in het zoekvenster een aantal zoektermen ingeeft. In dit geval definitie sinus en enter. Je zal dan een aantal bestanden terugvinden, waaronder bijvoorbeeld het tweede. Allicht wil je dit bestand bewaren op jouw eigen profielpagina. Dit kan via werkblad kopiëren en daar kan je eventueel andere items nog aan toevoegen of opslaan en sluiten.